Eind 2019 hoorden we veel nieuws over de ETF-bubbel. De laatste tijd, de laatste maanden is het wat minder. Heb ik eigenlijk niets meer over gehoord. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het niet interessant is om nu nog te behandelen. En ik wil dit onderwerp natuurlijk ook juist behandelen omdat ik vaak indexfondsen of ETF's aanraad aan mensen die willen beginnen met beleggen. En daarom wil ik in deze video gaan kijken naar wie zegt nou dat er een ETF-bubbel is. Wat is dan ook een ETF-bubbel volgens deze persoon? Wat zeggen de statistieken? En is er naar mijn mening dan ook echt een ETF-bubbel? En waarom wordt dit allemaal geroepen? Al die vragen hoop ik in deze video te beantwoorden voor jou. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Zoals gezegd gaan we in deze video kijken naar de ETF-bubbel. En laten we dan ook vooral beginnen met wie zegt nou juist dat er een ETF-bubbel is? Nou, dat wordt geroepen dus door Michael Burry. En misschien zegt die naam je wel iets. Namelijk zijn verhaal van tijdens de vorige crisis is verfilmd in de film The Big Short. En deze film is trouwens ook op Netflix te vinden en is zeker een aanrader als je bezig bent met beleggingen. Burry ontdekte namelijk jaren al voordat die crisis in 2008 uitbrak dat CDO's, dat waren beleggingsproducten in Amerika, eigenlijk heel veel rommel bevatten. En met rommel bedoelen we dan hypotheken van mensen in een mooie verpakking, maar die mensen konden vaak zijn hypotheek niet afbetalen. Dus ja, dan gingen schulden ontstaan, betalingsachterstanden ontstaan, maar daar zag je niks van. De producten die banken vaak aanboden, die hadden gewoon een heel erg goede rating. Dus mensen die daarvan uitgingen, kochten dus eigenlijk een product dat helemaal tegenovergestelde was. Terwijl je de hoogste rating dacht te kopen, kreeg je eigenlijk een heel erg risicovol product. En juist dus toen het hier ook op misging, zag je dat er heel veel schulden ontstond, heel veel paniek. De huizencrisis hier is eigenlijk dus daardoor ontstaan en daardoor is ook de economische crisis van 2008. Zoals gezegd, Michael Burry zag dit al jaren daarvoor af eigenlijk al aankomen. Dus hij heeft volop short gegaan op deze positie eigenlijk. Hij zag dat CDO's waarschijnlijk waarde zouden gaan verliezen in de toekomst. En door deze short positie heeft hij uiteindelijk ook heel veel geld verdiend. Want ja, zijn voorspelling kwam natuurlijk uit. Daar had hij groot op ingezet en dat heeft natuurlijk dus ook groot uitbetaald. En juist als zo iemand dus 12 jaar geleden of eigenlijk al 15 jaar geleden de crisis aan zag komen, is het heel erg interessant om naar zo iemand te luisteren als u nu weer iets roept. Maar ook hier geldt natuurlijk, behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus alhoewel hij de vorige crisis goed aan zag komen en voorspeld heeft, wil dat niet zeggen dat hij nu weer gelijk heeft, maar het is natuurlijk wel interessant om hiernaar te luisteren. En dus gaan we kijken naar wat is dan een ETF-bubbel, zoals Michael Burry hem dus omschrijft. Nou, voordat we daaraan beginnen willen we natuurlijk eerst even weer naar boven halen wat nou een ETF is. Een ETF staat voor Exchange Traded Fund, oftewel een fonds wat op de beurs wordt verhandeld. Dit fonds kan van alle andere aandelen erin hebben zitten. Het kan per sector gaan, geografisch. En veel bekende fondsen zijn bijvoorbeeld VWRL van Vanguard, met meer dan 3000 aandelen wereldwijd. Of het S&P 500 fonds, ook van Vanguard, maar ook van iShares en nog veel meer aanbieders. En die volgt gewoon de index, de S&P 500 van Amerika, met 500 bedrijven daarin. En ETF's zijn natuurlijk erg interessant vanwege de lage kosten, de goede spreiding die je vaak al meteen hebt en ook goede rendementen, want zeker met een grote spreiding volg je eigenlijk de hele markt en op lange termijn gaat de economie in de wereld altijd wel vooruit. En juist omdat we dus allemaal ETF's zo interessant vinden en ook deze volop kopen, zegt Michael Burry dat daardoor juist een ETF-bubbel ontstaat. Dat komt omdat we eigenlijk geen onderzoek meer doen naar de aandelen die er in die ETF zitten. We kopen vaak gewoon een ETF. Aan de ene kant heeft hij daar natuurlijk wel een punt, want zoals ik zojuist zei, VWRL heeft bijna of meer dan 3000 aandelen eigenlijk in één fonds zitten. En ik weet zeker dat jij en ik niet alle 3000 aandelen in dat fonds eerst specifiek per bedrijf gaan bekijken voordat we die hele ETF kopen. Dat doe je gewoon niet. Dus zeker op dat punt heeft hij wel echt een goed punt natuurlijk. En hij zegt dan ook dat juist door deze situatie aandelen die in een ETF zitten relatief meer gekocht worden. Er is meer vraag naar zo'n aandeel, waardoor dus ook juist de koers omhoog gaat. En juist daardoor zou je bij deze aandelen een overwaardering hebben. En tegenovergesteld komt natuurlijk ook voor aandelen die buiten een ETF vallen. Die zouden dan juist niet gezien worden door de meeste beleggers, waardoor die juist ondergewaardeerd zijn. Maar dat is dus de mening van Michael Burry. En wat zeggen dan anderen? Want het is altijd belangrijk om niet naar één iemand te luisteren, maar informatie uit zoveel mogelijk bronnen te halen. Vaak geef ik het voorbeeld van Tesla, omdat dat gewoon de laatste tijd heel erg actueel is. Je hebt eigenlijk heel veel mensen die alles geloven in Tesla en het helemaal omhoog prijzen.
Daar hoor ik ook wel een beetje bij, moet ik eerlijk toegeven. Aan de andere kant, ik ga ook juist altijd reacties lezen, artikelen lezen van mensen die Tesla juist helemaal niets vinden. Want het is altijd heel erg interessant om ook de manier waarop zij naar hetzelfde bedrijf kijken als jij. Waar baseren zij zich op? Wat zien zij? En juist van eigenlijk al deze geluiden samen moet je eigenlijk informatie samenvatten en op die manier een eigen mening of een eigen visie vormen. En dat is dus ook de reden dat we niet alleen naar Michael Burry gaan luisteren, maar juist ook naar anderen. Een van die anderen is John Bogle. Hij is zeg maar de uitvinder van ETF's, mutual funds in Amerika in de jaren 70 was dat. En hij zegt ook, er is een enorme groei geweest de laatste jaren. Want kijk. Want kijk bijvoorbeeld naar 2002, toen was 3,3% van de totale Amerikaanse markt zat in ETF's. In 2009 was dat 6,8% en in 2018 is dat meer dan verdubbeld naar 14%, dus dat in ETF's zit ten opzichte van de hele Amerikaanse markt. Ook Bill McNabb, een ex-CEO van Vanguard, beaamt natuurlijk wat John Bogle zegt, want dat is natuurlijk de oprichter van Vanguard. Dus hij zegt ook, ja, ik zie ook die groei. Aan de andere kant zie ik ook dat nog geen 15% is van de markt in ETF zit. Er is gewoon 85% die daar dus niet in zit. En als we wereldwijd gaan kijken, is dat nog niet eens 5% die in ETF zit. En kijken we tenslotte ook even naar Warren Buffett, de rijkste belegger ter wereld en de nummer 2 op de rijkste mensen volgens Forbes, geloof ik. Ik weet niet hoe dit jaar ervoor staat, of hij een goed jaar heeft gehad de laatste tijd. In ieder geval, hij zegt, als ik overlijd uit mijn erfenis, raad ik altijd mijn erfgenamen aan om eigenlijk gewoon 100% in indexfondsen en ETF's te zitten. Juist om die redenen die ik eerder al aangaf, goede spreiding, lage kosten en een prima rendement. En Warren Buffett raadt het dan ook juist vaak aan mensen aan, zeker aan 99% van de mensen, omdat dit gewoon het beste beleggingsproduct is voor de meeste mensen. Natuurlijk, die 1% die moet actief gaan beleggen, maar voor de meeste mensen is gewoon indexfondsen en ETF's heel erg interessant. En dan hebben we natuurlijk niet alleen die twee mensen, John Bogle en Bill McNabb gehad, die van Vanguard zijn. Zij bieden dit soort producten aan, dus die hebben misschien een beetje een voorkeur naar dit soort producten. Maar juist Warren Buffett, zoals gezegd, de rijkste belegger ter wereld. Hij doet niet zo heel veel trades, maar het is ook zeker geen indexfondsenman of ETF-man die daar voordeel bij heeft. Als dit soort mensen dat zeggen, is het zeker een goed tegengeluid. En voordat we verder gaan met deze video, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dat is leuk voor mij om te zien welke onderwerpen jullie interessant vinden. En ook meer mensen op YouTube krijgen dit te zien. En wil je nou zelf meer van dit soort video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus abonneer je hieronder, dan mis je nooit meer een video. Maar dan gaan we nu verder met deze video en met het onderdeel Wat zeggen de statistieken? Laten we dan eerst gaan kijken naar indexfondsen en ETF's. Zoals gezegd, John Bogle dus, degene die Vanguard heeft opgericht. In 1976 introduceerde hij mutual funds. En dat zijn dus eigenlijk ETF's die beschikbaar kwamen aan beleggers zoals jij en ik. En deze producten zijn dus al meer dan 25 jaar op de markt. En het zijn dus zeker geen nieuwe producten. Dit is al iets wat al decennia lang speelt, dus hou daar zeker rekening mee als je je eigen mening hierover vormt over dit onderwerp, dat het niet iets is wat de laatste jaren flink gegroeid is. Ja, het is flink gegroeid, maar het product zelf bestaat al 25 jaar. Wat wel zo is, zoals gezegd, het is flink gegroeid, maar er is ook juist een breder aanbod. Waar we vroeger misschien alleen een bepaalde beurs of index volgden, heb je nu ETF's in veel meer vormen. Zo heb je tegenwoordig ETF's die zich richten op small caps, value, groei, bepaalde sectoren, dus het aanbod is gewoon breder geworden en misschien daarom ook wel dat het flink gegroeid is. Maar ondanks die groei zijn er nog steeds de actieve fondsen die juist de koers bepalen. En dat heeft ermee te maken dat veruit de meeste transacties worden gedaan door actieve beleggers. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor 95% van de transacties. En juist door dit volume bepalen zij natuurlijk de koers. Er is veel, wordt veel gehandeld. Handel bepaalt uiteindelijk de koers en het zijn dus juist eigenlijk de passieve beleggers, mensen met indexfondsen en ETF's, die de koers betalen, die eigenlijk door actieve beleggers is vastgesteld of is gevormd. En dan komen we dus eigenlijk bij de vraag, is er nou een ETF-bubbel? Het is waar dat ETF's natuurlijk heel erg populair zijn geworden, zeker de laatste jaren zien we dus eigenlijk een groei van meer dan 5 keer in de laatste 20 jaar. Dus daar is zeker groei in te zien, maar nog niet sprake van een bubbel zou ik zeggen. Het is natuurlijk ook wel weer zo dat juist als we een index kopen, dat kleine aandelen in een index dan ook gekocht zullen worden. De meeste mensen zullen een index kopen om bedrijven die erin zitten zoals Apple, Tesla, Microsoft.
maar ook hele kleine bedrijven waar jij en ik niet van gehoord hebben, zullen misschien wel in zo'n ETF zitten. Daar letten wij dus niet op, maar die worden daardoor juist wel gekocht. Maar zoals gezegd, wel tegen een koers die eigenlijk door actieve beleggers wordt bepaald. Juist omdat zij verantwoordelijk zijn voor 95% van de gedane transacties. En een ETF koopt aandelen op basis van market cap, de beurswaarde van een bedrijf. En juist de beurswaarde wordt bepaald door de koers. En de koers wordt dus bepaald door actieve beleggers. Dus het is zeker niet zo dat ETF's uiteindelijk voor de koers, in ieder geval niet in een grote vorm voor de koers zullen zorgen. En mede daarom zou ik zeggen, er is geen sprake van een bubbel, maar er is misschien wel een gevaar wat op de loer ligt. Maar dat is mijn mening, dat is hoe ik erover denk. Juist dus doordat ze maar 5% van de transacties hebben, wereldwijd tussen de 5 en 9% van de totale markt zitten ETF's. Dus dat is gewoon een te klein aandeel om van een bubbel te spreken, terwijl er dus wel grote groei is te zien de laatste jaren. Maar waarom wordt dan een ETF in het kwaad daglicht gesteld? Aan de ene kant door Michael Burry, maar zeker ook door misschien wel verschillende nieuwskanalen. Dat heeft ermee te maken dat zij juist actieve beleggers zijn, of juist profiteren van actieve beleggers, omdat die veel promotie, veel advertenties doen, waar dus misschien een mediastation zijn inkomsten wel vandaan haalt. En een actieve belegger verdient natuurlijk geld van haar klanten door juist aankopen en verkopen te doen. En wat we juist de laatste 20 jaar zien is dat de meeste actieve beleggers het afleggen tegen ETF's. Dus op langere termijn zijn de rendementen van een ETF, van een indexfonds, wat dus passief beheerd wordt en gewoon de hele markt volgt, zijn vaak beter dan actieve beleggers die dag in dag uit bezig zijn met aankopen en verkopen. Dus dat is denk ik een belangrijke reden, zo niet de belangrijkste reden, om ETF's in een kwaad daglicht te stellen. Want zoals gezegd hebben ETF's dus een beter rendement, zeker op langere termijn, laten we zeggen 10, 15, 20 jaar de laatste zoveel jaar. Daarnaast hebben we natuurlijk nog lage kosten die hieraan verbonden zijn. Juist omdat ze zo weinig transacties uitvoeren, worden die kosten niet doorberekend aan de mensen die dus een ETF hebben. We hebben eigenlijk direct al spreiding. Dit kan ooit van een tientallen bedrijven zijn tot wel duizenden bedrijven in één ETF. Dus zeker ook spreiding is heel erg interessant. En zeker ook belastingtechnisch. Niet in alle landen. In Nederland valt het volgens mij wel mee. Maar misschien in België en ook zeker in Amerika is het belastingtechnisch gewoon interessant om een ETF of indexfonds te hebben. Maar ook heel belangrijk, het is gewoon heel erg eenvoudig om een ETF te begrijpen. Het is niet zo heel moeilijk om te zien welke aandelen erin zitten, hoe de koers wordt bepaald. En dat maakt het samen met die andere drie dingen, dus kosten, spreiding en rendement, heel erg aantrekkelijk voor particuliere beleggers. En juist daarom is het zo'n gevaar voor actieve beleggers, want die moeten juist het hebben dat klanten het moeilijk vinden, of dat het moeilijk lijkt voor hun klanten, zodat klanten juist bij hun blijven, want daar verdienen zij het geld aan. En ik denk dus dat een particuliere belegger ETF's interessant vindt vanwege de lage kosten. Die zorgen ervoor dat je meer rendement maakt en dus meer vermogen opbouwt in de komende tijd, ja, eigenlijk voor de toekomst. En dat het dus niet zo is dat er sprake is van een bubbel, maar hoger dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn in dit soort producten. Maar ik ben ook erg benieuwd wat jij ervan denkt. En laat ook zeker jouw mening en jouw reactie achter in de reacties onder deze video. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Zoals gezegd, dan weet ik welke video's jij interessant vindt, zodat ik meer video's over dit soort onderwerpen kan maken. En het is goed voor YouTube dat meer mensen deze video te zien krijgen. En dus ook uiteindelijk mijn kanaal te zien krijgen. En wil je zelf nou meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.